Wij willen best verhuizen, maar wel onder de voorwaarde dat we hetzelfde krijgen als wat we nu hebben. Een enorm volkstuinencomplex met 112 tuinders bij Molenhoek moet gaan verhuizen, omdat er op die plaats woningbouw gepland staat. De tuinvereniging heeft meerdere maatschappelijke functies. Nou, wat de Vereniging voor de Maatschappij bijdraagt is, zoals jullie op de achtergrond kunnen zien, de schooltuin. Daar werk in de periode dat het mooi weer is, ongeveer 30 kinderen, schoolkinderen hier uit de gemeente. Die worden educatief bijgebracht van ja, wat de natuur allemaal brengt. En ze zaaien hier van alles, alle groens die je maar kunt bedenken. Dan hebben wij ook nog ongeveer 10 gezinnen van vluchtelingen die hier naar Nederland zijn gekomen. Ja, dat is ook een bepaalde sociale bijdrage. Dus de vereniging is een veel groter bereik als alleen maar het tuinieren. Nou, wat hier aan de hand is, dat de gemeente hier graag woningbouw wil. En wij als vereniging hier al bijna 40 jaar zitten en wij nu nog steeds niet weten wat het onze toekomst wordt. De vereniging is al lang in gesprek met de gemeente en wil zo langzamerhand weten waar ze aan toe is. Dan kunnen wij aan de slag met de volkstuinen om vervolgens de gesprekken daarmee te voeren. En daarbij gokken wij dat wij tijdens een jaarwisseling, dat zal niet de jaarwisseling van 2022-2023 zijn, maar dan denk ik eerder aan 2023-2024, zodat ook dan daadwerkelijk een verhuizing plaats kan vinden. Waardoor dus ook in feite de start kan beginnen met de bouw van de woning hier. Want er moet tussendoor nog aardig wat werk gebeuren. De vereniging wil wel financiële compensatie van de gemeente. Wat wij vooral nodig hebben is inderdaad infrastructuur. We hebben hier op het complex een compleet watersysteem liggen. Dus elke tuin heeft ongeveer met 3-4 mensen heb je een tapkraan waar je water kunt aftappen. We hebben een praathuis waar activiteiten zijn, vergaderingen worden gehouden. Nou, elke twee keer per dag wordt er koffie gedronken. Ja, de omheining, noem maar op, alles wat er nodig is, moet wel weer terugkomen. Wij willen best verhuizen, maar wel onder de voorwaarde dat we hetzelfde krijgen als wat we nu hebben. Wethouder Wienhoven kan nu nog niet beloven of die financiële steun er komt. Dat hangt samen met het plan voor het gebied en dat moet eerst worden vastgesteld. En de gesprekken die daarover gevoerd worden, dat vindt dus plaats nadat wij uiteindelijk hebben gekozen voor een nieuwe locatie. En dan kunnen we verder gaan onderhandelen van wie wat voor zijn rekening neemt. Woensdagavond staat het op de agenda van de gemeenteraad. Voor de komende verkiezing moet er een beslissing genomen zijn.